Wetenschappers hebben deze golven omgezet in audio, waardoor we kunnen luisteren naar dit fenomeen. Ongeveer 99% van alle materie in het heelal is in een plasmatoestand. Dat betekent dat één of meer elektronen van een atoom gestript zijn in de kern. Er blijven hierdoor losse ionen en elektronen over. Een voorbeeld van plasma op aarde is vuur of bliksem. Net als in water en lucht kunnen er onder bepaalde omstandigheden golven ontstaan. In het geval van Saturnus reizen de plasmagolven op de magnetische veldlijnen die de ringen planeet en zijn maan en KLA dus verbinden. Generator en KLA dus is een kleine generator die rond Saturnus cirkelt en we weten dat het een continue bron van energie is, aldus onderzoeker Ali Suleiman. Nu hebben we gezien dat Saturnus reageert door signalen af te geven, in de vorm van plasmagolven.